Nou, dames en heren, weer een nieuw project. Kijk, ze zijn al aan de bak. Daar zijn ze hoor. Team Power Ranger. Allemaal een ander kleurtje. Oh, dan ga ik filmen en dan ga je ineens hard werken. Tuurlijk! Nou, we zijn in een mooi ouderwets stadje in, rond Amsterdam. Met een mooi uitzicht, zal ik even laten zien. Kijk even, wat een uitzicht. En we gaan een mooi projectje doen hier. Het is een vaste onderhoudsklant waar we eigenlijk al jaren komen. En ja, het moet nu echt een beurtje gaan gebeuren qua onderhoud. Er is een storm geweest. Daar hebben we ook een vlogje van gemaakt. De storm Eunice was dat volgens mij. Is een grote conifeer omgevallen. Die hebben we toen weggehaald. Nou, die heeft al wat schade aangebracht. En zoals je hier ziet, is een mooi groen weiland. Waar ook wel eens koeien op lopen. De koeien die zijn hier door het kleine poortje heen gebroken. En die hebben de hele tuin hier vertrapt. Dus we gaan nu eigenlijk dit stukje tuin. Ik zal het even nog wat beter laten zien. Maar daar gaan we even het grasveld weer opnieuw leggen. En we gaan daar waar Alessio nu bezig is, daar gaan we een nieuwe struik inzetten en wat bomen. Volgens mij heeft hij het over een moerascypress gehad, volgens mij. En een willig, dacht ik, die komt denk ik hier ergens. Al die bomen daar, die zijn ook dood. Dus niet een heel groot project, maar ja, wel even leuk. Ja, mannen. Is nog schade van de storm dit, hè? Ja, al 2 jaar geleden. Ja, dat is wel een tijd terug, ja. Bijna verteerd. Ik denk dat ik toen 2 aanhangers groen had weggehaald. Ja. Dus toen, dat is al 12 kuub. Ja. En we hadden nog wat. We dachten, nou, dat nemen we dan bij de volgende onderhoudsronde mee. Ja. Maar het is best veel, hè? Ja, maar toen hadden de koeien ingebroken hier. Ja, dat had ik verteld, ja. Toen lagen er allemaal koeien vlaaien. Dus koeien vlaaien, alles. En we hebben nu gewoon even een nieuwe plan gemaakt. Ja. Zodat we het onderhoud gewoon bij kunnen halen. Nou, je ziet hier ook weer die bomenwal. Ik ga even de bomenwal. Ja. De helft is eigenlijk al dood. Ja, hoe dus komt dat dan, denk je? Ja, het staat tegen een oever aan. Ja. En ja, van die zwarte elzen en zo, ja, dat... Is gewoon net en nat? Ja, dat gaat gewoon een keer dood. Dat heeft niet zo heel lang een leven. Maar goed, er gaat dus hier even wat opgeschoond worden. Er komen een grote moeraseik en een treurwillig in. Ik denk, dan heb je toch ook een beetje variatie in bomen. Want die essen die groeien overal, hier in de tuin. Dat komt vanzelf. En we hebben wat lauriers, zag ik. Ja, en wat groenblijvers. Hier tegen deze zijkant wat laurieren aan. Die kan eigenlijk overal staan, hè? Ja, klopt. Maar ja, het is hier best wel open. Vooral in de winter. Je zit tegen een weg aan, dus je moet wel een beetje beschut houden. En naar die kant wil je juist je uitzicht zo meteen creëren. Ja, precies. Dat is gewoon, En wat wel grappig is, in het natte zou je eigenlijk geen taxis neerzetten. Nee. Maar hier groeit je eigenlijk best prima. Ja, maar ik denk ook niet dat het de gewone bakata is, als ik eerlijk ben. Dus de moerastaxis. Ja, denk ik wel. Ja, ik denk eerst morgen stoppenvrees erin. En dan woensdag, donderdag het kraantje erin. Dan kunnen we het grasveld ook even afplaggen. Kunnen we hier de laatste slootjes ook misschien een beetje leeg trekken. Oh, dus dat hebben we vorige keer niet gefilmd, hè? Nee, dat gingen hier aan sloten. Gingen we hier, Alessio die hing hier in een boom, aan een touw. Gingen we zo daar het riet... Ja, je moet drie keer raden wie de touw vasthield. De cameraman. Jarig. Dus ik voel me nu heel veilig. Oh, zoveel vertrouwen heb je in mij. Nou ja, ging toch goed? Af en toe ging ik mijn vrije val een meter naar beneden. Dus, hij was 1 centimeter. Het vertrouwen was niet heel hoog, moet ik zeggen. Kabouters, hè? Kabouters. De tuin, de klant noemt ons tuinkabouters. Oh, daar gaat hij. Dat heb ik erop. Eh,
bomen zijn zo dood. Dat ze gewoon omduwen. Ja. Ja, duwen dat ding. Ja, ik sta hier in de sloot, hè. Hoor. Peppy en Kokkie. Zo! En dan over. Hier! Kom op. Rick, je kan het. Rick, wat doe je? Ja. Wil met? Nou, best netjes. Nou, waar je even op moet letten. Je mag in sommige gemeentes en gebieden mag je niet zomaar bomen weghalen. Dus we halen nu echt alleen de dode bomen weg. Waar echt gewoon geen leven meer in zit of die gevaarlijk zijn. En voor elke boom die we weghalen, dan zetten we er weer eentje terug. Een paar jaar terug hebben we hier ook al die wilgjes ingezet. Dus dat is ook wel leuk, ook aan die kant. Er zijn er een aantal dood, dus daar gaan we ook nog even nieuwe inzetten. Kom op nou. Kom helpen joh. Oh mannen, woehoe. Dag zit er weer op. Yes, we overleefd. Echt veel gedaan. Ik weet niet of je het echt zo ziet op beeld. Kijk, het is weer een beetje schoon. Als je in de container filmt, dat het wel duidelijk is dat er ook gedaan is. Het is wel duidelijk, denk ik, hè? Ja, toch? Zullen we eens even kijken, want we hebben en een aanhanger vol. En ook een containertje erbij. Een 9 kuppert, die zit ook al redelijk vol. En we hebben nog wat gebosmaaid en onderhoud gedaan. Auw. Auw. Nou. Productief dagje. Hoppa. Dames en heren. Je ziet het niet goed. Er zitten allemaal kleine konijntjes. Nou, dat zijn flinke. Grote konijntjes. Ze waren net lekker aan het rennen. Ik denk als ze me zien dat ze wel gaan bewegen. Oh, daar gaan ze. Ze zijn wel groot hoor. Ja, ze zien natuurlijk twee gasten aankomen in een geel pak en een blauw pak. Oh, daar gaat hij. Wow, kijk hem rennen jongen. Doing, doing, doing. Zo. Gezellig joh. Gezellig? Nee, een konijn. Zo, bijna leeg. Bijna. Bijna. Ja. Dan gaan we lekker naar de snackbar. Woe! Hey, strapje. Oh, jammer. Het is helemaal blij. We zijn op een lekkere stormachtige dag begonnen. Met voorbereiding. Het grasveld hebben we er helemaal uitgeschept. Lekker omgespit. Dus daar kan wat, wat schrale grond bij. Het is hier echt heel veenachtig. Met grof werk bezig ben, dan voel je het ook helemaal trillen. En we zijn hier de beplanting aan het uitzetten en het ingraven. Waar de chalonstokken staan, daar komen de bomen. Je krijgt hier een moeraseik. Een flamingo gieter. Dat is net op het nieuws geweest, hè, met de flamingo's. Ja, die zijn allemaal geland hier. Dus nou, ja. Ik heb er één van gevonden. Dus ik ga de laurier even water geven. Ook in de winter moet je gewoon water geven. Heel belangrijk. Een beetje vies water. Gelukt.
laatste grote boom. De laatste grote boom. Ja, in het gras. Maar dan moeten we even wachten, want het heb vannacht toch best wel gevroren. Ja. Ik kunnen niet echt vlakken nog. We zijn er weer. Onze grootste fan. Wat is dit voor een boom? Dit is een treurwillig. Het is al een best grote boom. Dus ze hebben hem mooi ingebonden voor het vervoeren. Nou goed, met vervoer krijg je wel eens schade. Dus voordat je hem in de grond zet, kan je hem even helemaal nalopen. Dus gebroken takjes er even uithalen. Ah. Touwtjes alvast eruit knippen. Want als hij staat, dan kan je een ladder erbij zetten. Dus dat kan je nu nog mooi doen. Nice. En in sommige gevallen, zoals hier, is het mooi om één boompaal te zetten. En dan kan je zo'n hele mooie boombeugel voor gebruiken. Dus dan heb je maar één paal nodig. Deze gaat om de stam heen. Die kan je zo omheen vouwen. En dan blijft hij in principe met één paal en een beugel mooi staan. Mooi. En dan heb je niet zeg maar drie palen nodig om, om hem mooi op zijn plek te houden. Ja. Dus die zit daar al omheen. Dat is een moeraseik. Je moet alleen nog eens aan de paal schroeven. En dan is hij goed. Prachtig. Prachtig. Nou, wij gaan lekker de boom erin zetten. En dan gaan we even wachten tot het zonnetje op het veld staat. Dan kunnen we het gras ook erin zetten, leggen, rollen, doen. Plaatsen. Dus. Vestigen. Nou, we zijn maar begonnen met gras leggen. Ik heb al een stukje van de contouren gelegd. Ja. En dan krijg je toch echt wel weer een tuin. Het zit daar voor beesten te schreeuwen. Een meerkoet? Een meerkoet die aan de shack zit ofzo. Dat maakt echt heel raar geluid. Dus we gaan het nu gewoon leggen. Het ligt redelijk strak hoor. En dan gaan we, als het helemaal klaar is, gaan we volgende week terug om hier nog wat dingen af te ronden. En dan gaan we hem helemaal met de wals doen. Dus dan gaan we hem helemaal vlak rollen. Het is hier toch veengrond, dus dat zal wel lekker meeveren. Ja, denk ik wel. Mooi. Nou, dan gaan we hem maar leggen. Lekker drinken? Ja, dat was wel even nodig. Ja, het gras zit erin. Al het gras zit erin. Ja, nu moeten we wachten tot de plinten er zijn. Ja. De stalen plinten, korte stalen plinten. Ja, we gaan om het gras heen. En dan schors in de borders? Ja. Schors in de borders. Eikers. Daar waar je de bamboe en de laurieren ziet. Ja. Gewoon bij de nieuwe aanplant eigenlijk. Ja. Doei. Zo. Zijn we weer? Zijn we weer? Ja. We zijn met de plintjes bezig. Ik heb aan die kant heb ik al een stukje aan elkaar gelast en even in de grond gezet. Prachtig. Voor de lijnen. We moeten er nog een paar doen. Dus die gaan we straks inslijpen en vastmaken. Dan krijg je een beetje de lijntjes. Hè? Prachtig. Ja. Ja. Maakt het meteen af zo. Ja, het is makkelijk voor de. Voor de klant ook om straks te maaien. Dan hou je een beetje de borders en het gras gescheiden. Jammer van de mol, maar ja. Het werk, het renovatiewerk zit erop. De plint helemaal afgemaakt. En langs de randjes. Kijk, mooi aan elkaar gelast. Zie je dat? Prachtig. Mooi hè? Alassio was back. Ja, Alassio was ik weer. Gras zit erin, nou, wat houtschorsen voor het onkruidwerende effect. Dus, maar in ieder geval is dit deel geslaagd. Ja. Dus is voor ons weer een stuk makkelijker voor het onderhoud. Het ziet er weer ook mooi uit zo. Ja, zeker. Ja. Ik vind dat het een hoop scheelt. Er zal nog veel gerenoveerd moeten worden hoor. Maar stukje bij beetje wordt het allemaal wel netjes. Dus. Yes. Bedankt weer voor het kijken en tot onze volgende speelfilm.
Ja, dames en heren. De vlog is nog niet helemaal afgelopen. Want daar zijn we weer. Kijk, staat hier. Rambo. Ja, want we doen hier natuurlijk ook onderhoud. Ja, het is een beetje een wilde tuin hier, hè? Dat kan je wel zeggen. Dat zie je ook wel. Ja. Dat vindt hij ook mooi. Past ook een beetje bij het huis. Bij het landschap. Alleen wij moeten het wel een beetje in toom houden. Nou, we doen hier ongeveer één keer in de maand, één keer in de twee maanden onderhoud. Soms is dat net even iets te weinig. Zie je wel, het is echt geëxplodeerd. In de borden staan. Maar dat is ook wel een beetje de tuin. Mag een beetje wild allemaal. Maar het is wel altijd extreem hier. Na 2-3 weken dan staat het er eigenlijk weer zo bij. Dus het blijft een beetje aan de gang hier. Maar we gaan weer grof snoeien, onkruid plukken in de vakken, gras maaien. En straks zorgen dat je weer naar het veld kan kijken. En daarnaast is er weer een storm geweest. Dus er is weer een boom omgegaan. Het was dus storm Polly. Deze boom die heeft het zwaar gehad daarmee. Kijk, er liggen nog wat restjes. Die konden de jongens vorige keer niet meenemen. Dus die nemen we nu mee. Maar als er zo'n storm is geweest, dat scheelt natuurlijk weer een dag werk. Dus we lopen eigenlijk nu een dag uit met onderhoud. Of achter met onderhoud. Dus we hopen vandaag dat in te gaan lopen. Hij snoeien de hek altijd zo. Een beetje riet mee pak. Pas op, Rick. Oh, pas op, wacht. Dan doe ik even mijn bril op. Dus Rick, die moet naar het toiletje. Oh kijk, dit is wel... Hij zit nu een plek te zoeken. Hij heeft al op het veld gekeken. In ieder geval wc-papier gevonden, hè? Hij heeft... Heb je wc-papier? Ja. Mooi behangetje. En ja, dat hoort natuurlijk bij ons bij ons werk. Ja, je hebt niet... De klant is nu niet thuis. Dus ja, dan moet je ineens. Maar ik zei al, als je daar achterin gaat zitten... Bij het hekje, dan ziet helemaal niemand je. Yes. Altijd mee. Yeah. Nou, wil je zien hoe dit eindigt? Schrijf je dan in dat op later... onlyfans.nl/Sebastiani. Nou, succes Rick. Ja, dankjewel. Good luck. Rick, ja? Het is weer een beetje aan kant. Het is weer een 7, een 8. 7, een 8? Ja, het is weer oké. Ik ga nu nog een klein beetje onkruid plukken. Zoals jullie wel hebben gezien, staat er best wel veel distels in het gras. Maar de distel is natuurlijk schitterend, kijk maar. Mooie bloemen. En dat, ja, die bloemetjes, die zaden. Die verspreiden zich dan natuurlijk heel snel rond in de tuin. Dus mooi, maar wil je geen distels in je gras, dan ja, moet ze toch weg. Maar de klant hier houdt van een wilde tuin, dus dat is wel leuk. Want meteen daarop aanhakend, dan is hier gewoon de bodembedekker, is gewoon 7 blad. Ja, ziet er hartstikke mooi uit.
Ik ga toch nog wel even de dissels eruit halen. En zoals je ziet zitten er best wat gaten in het gras. Dat komt eigenlijk omdat het gras te hoog wordt gelaten, dus er wordt te weinig gemaaid. Wat je krijgt is dat je van die maaiplekjes krijgt van het maaisel. En daaronder komt natuurlijk geen licht, het gras verstikt. En dan wordt het een keer weggehaald en dan krijg je dus zo'n plek. Dus eigenlijk meer maaien, dat is hier dan zeker het advies. En dan gaan vanzelf ook die dissels weg. Gras die kan heel goed tegen kort gemaaid worden en andere onkruiden eigenlijk niet. Dus ik ga deze borden nog een stuk onkruid vrijmaken zodat je weer het schors ziet. En dan, dan zit deze video eigenlijk erop. Zo zie je maar dat je heel snel onderhoud moet gaan doen in je tuin. Dat het eigenlijk vanaf het aanlegpunt meteen daarna begint. Ja, en dan goed bijhouden. En dan hopen dat er niet meer stormen door Nederland heen gaan razen. Dus, nou, tot de volgende video en bedankt voor het kijken. Wat moet ik doen? Even die erop gooien, dan kunnen we naar huis. Oké, kom op. Zo is het zwaar als ik dacht. Ja, wat?